en hersenwerk is het wieveltje voor de hond. En dat betekent dat je voertjes verstopt in wat de hond aangeboden krijgt. En de hond moet dan zelf gaan verzinnen hoe hij dat voertje kan bewachten. Dus, het stimuleert zijn hersenen, het stimuleert zijn zintuigen. En de hond moet echt zelf nadenken wat hem het beste, wat hem het meeste oplevert. Het leuke is, je doet het echt samen. Hersenwerk is leuk, dus er worden geen commando's gegeven van zit, wacht, blijf, nee, niet doen, groei, af. Echt op zijn eigen manier. Ja. De hond moet zich wel kunnen beheersen op het moment dat jij de puzzel vult. Maar de hond bepaalt of hij de puzzel leuk vindt en de hond bepaalt ook het tempo. En de hond bepaalt ook of de puzzel moeilijk is. En wat ook heel belangrijk is, dat je het in stappen aanbiedt. Dus je geeft niet puzzel zo van, nou los het nu maar op, of nu ga ik even boodschappen doen. Dus samen. Je doet het echt samen. Dus